zit hij? Job. Flip, ja. Vertel eens, hoe voelde je je toen je van het ijs afkwam? Als je zo lang in zo'n wereld hebt geleefd dat je alleen maar gefocust bent om die westkust te halen van de Groenlandse ijskap. En je komt in één keer in de wereld van allerlei prikkelingen en ik had echt zoiets van ja, wat, het was echt voor mij 3 dagen lang wennen en het is zo'n raar, onwezenlijk gevoel geeft dat. Toen we naar Nederland gingen herinner ik mij nog heel goed dat we in Kopenhagen landden op het vliegveld en dat ik gek werd van alle drukte om me heen. En dat ik zoiets had van mensen, wat maak je je druk om, wat boeit het allemaal? Voor mezelf had ik wel eventjes even een maandje rust, even de jongens niet meer zien. En ja, daarna wilde ik toch wel zeker weer aan de bak voor deze tweede tocht. Zeeland. Zaterdag zijn we aan het kiten. Daar dit jaar vertrek over 2,5 maand staat het vertrek gepland. Nu is het gewoon echt vliegen. Dus straf windje. Maar wel heel erg leuk. Nou, zo'n expeditie dat is natuurlijk niet niks. Ik bedoel, dit jaar starten we met een slede van ongeveer 120 kilogram per persoon, waar ons eten in zit, de tent die erin zit, materialen die er nog bij zitten. We nemen ongeveer voor 55 dagen voeding mee. En voor zo'n expeditie moet je je dus gewoon steengoed voorbereiden. Trainen doen we op verschillende manieren. Hardlopen, sportschool en dan heel gericht op het trekken van een slede. Door bijvoorbeeld een autoband achter ons aan te trekken. Stel ik je ook ben, hier kun je in 45 seconden op leeg trekken. Ja, aangezien de zuid naar noord doorsteek hoofdzakelijk gedaan gaat worden met vliegers, moeten we ook veel trainen met onze vliegers. Dus op het moment als er ergens sneeuw ligt in Duitsland, zijn we eigenlijk vliegertjes in de auto, skis mee. En dan zijn we in het weekend aan het kiteskiën. Het is 7 uur 's morgens, 7:30, en wij gaan vliegen. Draai maar zo, Erik, dan zie je hoe mooi het is. Het is echt vet ijs. Allemaal mislukt, Flip. Allemaal mislukt. Je moet nog een keer.